Ja, is hier weer maar zo positief ook met het nieuws vandaag. Ik ben nog steeds bij de beurs voor bedrijven. BC Bedrijfscontactdagen in Rijswijk. En ik ben hier ook om onder andere uiteraard te netwerken, zaken te doen. Maar ook een beetje mensen en bedrijven te promoten. En dat doe ik hier in de Rijswijk. En ik wil eventjes deze dame kom ik nu tegen. En zij wil me best wel iets vertellen wat zij doet. Want zij heeft hier, ga ik zo even wat filmen. Fantastische schilderij, kunst. Hè? Kunst is al kunstig. En misschien kan zij er iets meer over vertellen. Wie ben jij eigenlijk als vraag? Nou, mijn naam is Patty. Ik ben van de Artshop. Okay. Artshop op Noordeinde in Den Haag. Oh, leuk. En wij hebben op een hele laagdrempelige manier voor particulieren en bedrijven hebben wij kunst te koop of kunst te lenen. Okay, een soort kunst uitleen. Een kunst uitleen. Okay. En wat zijn de variëren? Maar stel dat je dan zegt, nou, ik wil iets kopen. Waar begint dat mee zoiets en waar eindigt het mee? Nou ja, het ligt tussen de 400-500 euro. Zo. We hebben ook werken van 5000 euro. Oké. Nou, je betaalt maar 3% van de waarde van het schilderij per maand. En 2% daarvan blijft eigenlijk ook nog een spaartegoed voor jezelf. Dus dat maakt het wel interessant natuurlijk. Heel laagdrempelig, inderdaad. En wisselen. Je kan echt elke keer weer wat anders kiezen. Je zit er niet voor jaren aan vast. Kijk, dat is wel heel geslim natuurlijk. Heel veel variatie. En variatie, net zoals je zegt. Ik kan af en toe zeggen, nou, ik ben een maand, na twee maanden ben ik er wel een beetje klaar mee. Je hoort weer een andere schilderij, een prachtige schilderij. Dan ga je gewoon zeggen, ik ga hem even omruilen. Ja. Dat is natuurlijk heel erg super slim. Een jaar. Oké. Nou, zij verbetert mij. Ja. Dat is natuurlijk haar vak. Ik heb er geen verstand van. Het is 2 maanden, wordt wel heel veel. Oké, ja, dat is ook weer waar. Maar mocht het niet staan thuis, dan ruilen we het altijd. Gewoon zo weer om binnen een paar weken. Dus toch wel een stukje flexibiliteit is natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. Ja. Kun je me even iets laten zien? Veel wat moois. Nou, we hebben heel veel moderne dingen. Ja. We hebben iets van Lindsay Bakker. Ja. Het lijkt op glas en lood, maar het is hard. Prachtig, ja. Ja. Het is heel mooi. We hebben heel veel filmsterren verwerkt. Dat is van Ronald Chapeau, ook een vrij bekende kunstenaar. Oké. Okay. Daar hebben we nog meer dingen verwerkt. Ja, ik loop er even langs. Ja. Foto's. Ja. Het welbekende dikke dames die daar hangen. Oh ja, daar ga ik eventjes naartoe. Dat zien we wel even. Vaak in restaurants. Oké, deze ja. Heel erg leuk, kijk. Deze. Hele leuke beeldjes van. Ja. Als relatiegeschenk. Wat grappig. Ja. Nou, hier zie je echt ook Ronald Chapeau. Ja. Deze meneer, deze. Goed mensen. Ja. Ja, Breaking Bad. Ja, Steve McQueen natuurlijk. Steve McQueen, Brigitte Bardot. Bekende. Ja, Melanie. Ja, de Godfather. Ja. Ja, ik ben zelf een heel grote Rolling Stones fan. En helemaal gek idolaat van Mick Jagger. Heb je ook bijvoorbeeld Mick Jagger? Mick Jagger hebben we niet hier. Oh, dat is jammer. Niet laten zien, maar in de gallery op het Noordeinde hebben we nog veel meer. Oké, misschien dat ik dan een keer moet gaan kijken bij. Misschien een mooie foto of schilderij. Ja. De Artshop van Mick Jagger, Rolling Stone, wat is natuurlijk mijn ding. Ja. Maar ik wil jij eigenlijk bedanken. Heb je nog iets aan toe te voegen? Nee. Graag tot ziens. Wil ik je graag bedanken. Hey, bedankt. Okay. Hè. Tot ziens. Hoi.